Het is donderdag 12 maart. Hartelijk welkom bij Café Tinto. Vandaag in de uitzending opvoeding van een autistisch kind. Hoe ga ik om met boosheid en het mooiste leven op aarde? En ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn vrouw van harte te feliciteren met haar verjaardag. Want zij is vandaag jarig en ik wens haar een hele mooie dag en nog een veel mooier jaar toe. U thuis, nogmaals hartelijk welkom. Blijf kijken en neem alvast een kopje koffie. Fijn dat u kijkt naar Café Tinto. Bij mij op de bank vandaag, Gerard van der Schee. Hij schreef een boek over boosheid. Marieke Dreuver, welkom. Over autistisch kindopvoeding. En Johan Schep, een leven vol met allerlei anekdotes heb jij een boek over geschreven. Hoe is het om een leven te hebben met al die anekdotes? Kleurrijk. 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 En daar gaan we het straks over hebben, hoe kleurrijk jouw leven was. Ja. Marieke, waarom een boek Zo ben ik gewoon? Hè? Want dat is de titel van jouw boek. Van ons boek. Van we jullie boek. Met, eigenlijk met vier mensen geschreven. Okay. Twee moeders met een kind met autisme. Ja. Een collega van mij, een dochter en ik een zoon. En waarom? Omdat we merkten dat we er zelf zo'n behoefte aan hadden om nou eens een praktisch handvat te hebben. Hoe het nou komt dat je kind reageert zoals hij reageert. Dus vanuit praktische situaties wilden we dus ons kind zo graag begrijpen. Begrijp ik. Dat is eigenlijk de achtergrond. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Gerard, hoe boos mag ik worden? Heel boos, denk ik. Want het is een emotie die er is. Het is een feit. Alleen hoe je er dan mee omgaat of mee reageert. Dat is best een kunst, dat is lastig. Dus daar wil ik graag mensen een weg wijzen. Ook hoe de Heer Jezus dat doet en bedoeld heeft. Ja, en dan ga je mooie tips in geven. Ja, dat wil ik graag doen. Ja. Ja. Nou, fijn dat jullie er zijn. Ja. Voordat wij met onze gasten in gesprek gaan, hebben we altijd even de actualiteit van de dag. En ik ben benieuwd wat jullie aan nieuws hebben meegenomen. Marieke, je hebt iets... Ja. In handen. Ja, dat is eigenlijk dat is wel heel leuk. Volgende week hebben we natuurlijk het stemmen voor de Provinciale Staten, maar ook voor de waterschappen. Oh ja. En daar kwam ik een stukje tegen in de krant. En het waterschap, dat heeft in ons gezin en onze familie altijd een grote plek gehad. Want mijn opa, die was polderopzichter. Kijk. Oftewel de rechterhand van de dijkgraaf. Mm-hmm. Dus nou las ik weer een stuk over het waterschap en wat ik daar zo positief aan vond en zo boeiend, dat wij helemaal niet beseffen van dat wij gewoon altijd droge voeten hebben. Ik kom uit Rotterdam en woon nu in Den Haag. Nou, dat gebied staat dus zonder dijken 2 meter onder water. Ja. En wij maken ons daar nooit druk over, maar er gebeurt dus wel heel wat door die precies. waterschappen. Ja. En ik was er gewoon blij mee. Dat je denkt, ja, dit hebben we ook. Ja. Dus, ja, Gerard, jij woont nog iets dieper. Ik woon op 6 meter al onder de waterstand. Precies. Ja, ja. Ja, en mijn artikel sluit er misschien wel wat op aan, want het gaat ook over water. Okay. Ik heb in Wageningen gestudeerd toen ik jong was. En ik lees graag wat er nu de ontwikkelingen zijn. En men is nu bezig om gewassen te telen die meer tegen zilt water of brak water kunnen groeien. Zo. Want men zegt, ja, misschien dat we over een aantal jaren geen aardappelen en rijst meer hebben. Omdat het water steeds meer verzilt. En dan zijn ze dat aan het onderzoeken. En misschien eten we over 10 jaar wel quinoa. Ik heb nog nooit gegeten. Maar dat schijnt op brak water heel goed te kunnen gedijen. Okay. Dat vind ik mooi dat mensen steeds zoeken binnen Gods schepping. Wat is er? En hoe kunnen we ook daar met veredeling, planten verder helpen. En dat was zo grappig hoe ze dat doen, dat een plant meer op zilt water kan. Dan geven ze de helft van de plant geven ze zilt water en de helft gewoon water. En dan krijg je per generatie, past een plant zich aan. Zo zou ook als mensen ons aanpassen aan omstandigheden. Ja, knap, geweldig om te lezen. Johan.
Ja, ik ben gisteren pas uitgenodigd en ik heb eerlijk gezegd de krant niet gelezen, maar ik heb wel naar het nieuws gekeken. Ja. En wat mij opviel, dat waren die twee helikopters die tegen elkaar botsten. Ja, dat is mogelijk, hè? En het eerste wat ik dacht, och jongens, hoe is het mogelijk? Er is zoveel ruimte daarboven. Ja. Want toen ik vanmorgen hier naartoe kwam rijden in die mist en ik denk, oh, we zitten allemaal zo dicht bij elkaar, dat het toch elke keer weer goed afloopt, ja, om veilig aan te komen. Ja. En dan die twee helikopters met die prachtige mensen erin, die dan tegen elkaar botsen. Ja. En daar ben ik echt wel mee bezig geweest. Ja, ook. Met, en belangrijke sporters zaten daar. Ja, in, drie sporters. Ja. En dat het leven dan ook zomaar voorbij is. Ja. En ja, ben je ook dankbaar dat je nu weer veilig aangekomen bent. Want op de weg is veel drukker dan in de lucht. Ja, ja, precies. Ja. En, dus het kan ook zelfs in de lucht verkeerd gaan. Ja. Daar en heb ik wel bij stilgestaan. Het zijn altijd weer van die stilstand momentjes. Hè? Ja. Even stilstaan bij hoe... Dan heb je zoveel ruimte daar in die lucht. Ja. En toch raak je elkaar. Ja. Maar het is wel het einde van zeven prachtige voorbij. Mensen. Ja? Ja, daar heb ik bij stilgestaan. Ja. Nou, hartelijk dank voor jullie bijdrage van het nieuws. Heeft u thuis een nieuwtje wat wij zouden moeten weten of zouden moeten behandelen? U kunt het natuurlijk altijd sturen naar cafetinto@family7.nl. Of u kunt het op onze Facebook achterlaten. En u kunt natuurlijk ook gewoon twitteren. Dat lezen wij ook. Gaan we naar Zo ben ik gewoon. Je vertelde al een beetje de oorsprong dat jullie het boek hebben geschreven. Ja. Wat is nou het meest kenmerkende aan dit boek? Het meest kenmerkende, dat... Wat wij dan denken, hè? Want ja, er zijn heel veel boeken geschreven, ja, over autisme en, ja, over kinderen met autisme. Maar waar wij zelf dus, mijn collega en ik, dus de ervaringsmoeders, zal ik maar zeggen, tegenaan liepen, is dat we dus iets misten waarvan je zei van ja, er is heel veel geschreven over de theorie. Ja. Maar als je kind dan woedend uit school komt en je komt er niet achter wat er aan de hand is en dat duurt soms dagen voordat je het wel begrijpt of dat je de juf hebt gesproken. Daar hebben we nou zo graag ook een handvat voor van waarom gebeurt dit dan? Ja. En hoe zit mijn kind dan in die situatie? En daarnaast, wat we dus ook echt misten, was dat er heel weinig geschreven is over autisme en geloven. Christelijk geloof, autisme in de kerk. En dat hebben we dus in dit boek gecombineerd. Ja. En tijdens onze zoektocht en lezen daarover, nou kwamen wij er dus achter dat het wel toch echt wel uitmaakt of je een autismestoornis hebt of niet. Hoe dat speelt in, nou ja, je geloof, je bidden, je relatie met God. Ja, vorige week hadden wij ook een mevrouw die een boek had geschreven over autisme. En dat was geloven, stond er ook centraal. Dus blijkbaar hangen soms dingen ook een beetje in de lucht. Ja. Dat merken wij met allerlei dingen wel eens, dat opeens onderwerpen bij elkaar komen. Ja, ja, ja. Maar geloven, autisme, ja. Is het moeilijker voor een kind te geloven die autisme heeft? Nou, wij zeggen zelfs in dit boek dat we ons afvragen of het überhaupt wel mogelijk is. En dat zeg ik met een beetje aarzeling. Maar als je kijkt naar de aspecten van autisme, waarin onder andere een relatie vormen een essentieel kenmerk is wat heel moeilijk is. Als je dan denkt over een relatie krijgen met God die je niet ziet, niet kent, niet abstract is. Dan moet je je eigenlijk wel afvragen of het gewoon waar überhaupt mogelijk is om iets van een relatie te hebben. Maar hoe dan ook anders dan dat, zoals wij hier zitten, dat kunnen. Ja, en hoe doet jouw kind dat? Eigenlijk weet je dat niet goed. Oké. Okay. Omdat het ook een van de kenmerken is, dat het al heel moeilijk is om met je kind gewoon te kunnen communiceren op een hele natuurlijke manier. En dat heeft alles te maken niet met omdat dat hij dat niet wil of zij dat niet wil, maar omdat je echt anders, je zijn of haar hersenen werken echt anders. Mm-hmm. En dus ook het communiceren met elkaar is een essentieel onderdeel daarvan, wat gewoon anders verloopt. Dus je kan ook niet zeggen dat er geen relatie is.
Alleen, het is op een heel andere manier. Ja. Net als dat, we schrijven dus allerlei praktijksituaties, nemen we als uitgangspunt. Een van die praktijksituaties is ook dat de meester aan de moeder vraagt van ja, Bram zit nu al een jaar bij me in de klas, maar het is net alsof ik hem, ja, alsof we nog niks samen hebben. Ja. En dan zegt moeder, nou, dat zal wel eens meevallen, want van Bram gaat eigenlijk best graag naar school. Maar je zal het in andere dingen moeten vinden. Ja. En dan gaat de meester, die gaat anders kijken. En dan merkt hij dat dus Bram wel zo nu en dan hem even aantikt. Gewoon zoiets. Mm-hmm. En dat is dus een teken van, er is wel degelijk iets. Alleen niet van, ha, meester. Nee, precies. Want zijn scholen überhaupt goed voorbereid om met autistische kinderen om te gaan? De reguliere basisscholen in het algemeen niet. En dan moet ik gelijk voor ze opnemen. De klassen zijn groot. Ja. En zeker nu het speciaal onderwijs afgebouwd wordt. En je ook geen rugzakken, PGB's steeds minder krijgt voor dus kinderen in het reguliere onderwijs. Hebben leerkrachten gewoon heel veel. Met gewoon heel veel dingen in hun klas te maken. Dus het is ook bijna te veel gevraagd van een juf of een meester om te zeggen van nou, dit is Jan of Piet of Lotte. En die zit zo en zo in elkaar en daarmee moet je rekening houden. Nou doe je dat wel, want anders krijg je de grootste problemen. Maar ja, wij begrijpen ook wel dat het gewoon steeds lastiger wordt. Mm-hmm. Maar hoe erg is dat voor een kind? Erg. Want het punt is vaak dat er dus. Het gaat heel vaak fout op de communicatie. Het bijvoorbeeld letterlijk nemen van taal. We schrijven ook een voorbeeld over kauwgomballendag. Waarop de juf op een gegeven moment zegt, kinderen mogen allemaal kauwgom eten die hele dag. Maar als ze gaan zingen moet die kauwgom even weg. Dus de juf zegt tegen, in dit geval, is het Bram geloof ik. Of Lotte, we gebruiken een paar namen. Mm-hmm. Van joh, gooi die kauwgom even weg. Nou, Lotte doet dat en pakt een nieuw stukje kauwgom. Nou, de juf is woedend. Maar waar zit het in? De juf die heeft gezegd, gooi die kauwgom even weg. Ja, en Lotte denkt, het is kauwgomballendag. Oké, ik gooi die kauwgom weg en ik pak een nieuw stukje. Ja, Lotte is niet dwars, maar Lotte doet gewoon wat de juf zei. Ja. En als een juf dus geen gelegenheid heeft gehad om zich daarin te verdiepen. Ja. En de een heeft het ook gewoon meer inzicht dan de ander. Dat is logisch. Dan krijg je dus inderdaad de grootste problemen. En in dit geval is dus Lotte 3 dagen niet naar school geweest. Ja. Ze kon gewoon niet. Ze was zo kwaad. Ja. En de juf was kwaad. En we kwamen er niet achter wat er aan de hand was. En hoe komt dat dan weer goed? Nou, in dit geval is het dus tussen die twee nooit meer goed gekomen. Oh, nee? Nee. Je gaat wel dan, op een gegeven moment kom je erachter van, wat is er dan gebeurd? En dat kost al een tijd. Maar er is voordat het gebeurt al heel veel stuk gegaan. Dus tussen het kind en de juf is al zoveel stuk dat gewoon niet zo snel meer goed komt. Dat is dus heel erg. Dat heeft dan in mijn onderwerp. Ja, ik wou net zeggen, misschien moeten we jou even sturen. dat is precies, dat is heel vaak gebeurd dat er interpretatie is van iets. Hè. Die juf die ziet iets gebeuren, interpreteert dat ze. Op een bepaalde manier. Ja, dat ze haar eigen gang wil gaan. Hè? Ja. In plaats van ze eerst begint bij het feit. Oh, zij gooit die kauwgom weg. En daarop waarom? Vragen. Hey, ja. Waarom neem je een nieuw kauwgompje? Ja. In plaats van jij bent je eigen zin. Jij bent je eigen ding aan het doen en jij bent dwars. Je mag van de juf toch ook verwachten dat zij minimaal weet dat een kind autistisch is en wat daar het gedrag van is. Ja, dat mag je verwachten. Aan de andere kant, wat ik al zeg, ik neem het vandaag de dag ook wel heel erg voor de juf op. Ja. Dat is ook wel dat we dit boekje dus niet alleen voor ouders, maar ook voor leerkrachten schrijven. Van als je het door het men zegt, het leest als een trein. Nou, klinkt natuurlijk leuk. Maar dan krijg je ook een klein beetje makkelijk begrip van, oh wacht eens, dat kind is niet dwars, dat is geen onwil. Ja. Hij heeft het echt niet begrepen. Ja. Ja. En hij snapt echt niet wat er op zo'n dag ook aan allemaal prikkels extra, want zo'n kauwgomballendag lijkt wel leuk. Maar als jij autisme hebt, is dat helemaal niet zo leuk, want er gebeurt van alles wat er anders niet gebeurt. Ja, dus ik neem het wel ook voor ze op. Ja. Ik vind ook wel dat vandaag de leerkrachten wel heel veel voor de kiezen krijgen. Ja, ja. Zeker. En dat je dat eigenlijk niet kunt verwachten. Nee. Nou. Hebben het over de relatie tussen een leerkracht en de leerling. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld dan met pesten? Want ik kan me voorstellen dat zo'n autistisch kind ook het middelpunt van pestgedrag kan worden. Dat gebeurt vaak, ja.
En dat is ook wel weer een beetje het gevolg dat het kind niet goed weet hoe te reageren. En dus ook, meestal zijn het ook hele pure, eerlijke kinderen die echt niet zo bam gelijk terug willen slaan. En dus ook waarschijnlijk eerst ook helemaal overdonderd zijn van waarom word ik nou gepest? Dit is niet eerlijk. Ja, maar daar gaat het vaak helemaal niet om. Het gaat om een bepaald karakter. Of pesten blijft trouwens een heel moeilijk onderwerp. Hè? Van waarom wordt een kind nu gepest? Ja. Of is het jaloezie? Want het zijn vaak ook kinderen die heel vaak slim zijn. Het eigenlijk heel goed doen in de klas. Creatief zijn. Bepaalde vorm van humor hebben die gewoon leuk is. Ik krijg altijd creatieve humor. Zit er ook een stukje jaloezie achter? Maar lang niet alle kinderen met autisme worden gepest, hoor. Zo is het ook weer niet. Nee. Gelukkig. En zijn ze weerbaar? Voldoende weerbaar? In het begin, als ze jong zijn, niet. Dan hebben ze echt heel veel steun nodig, omdat ze de wereld gewoon niet snappen. Alle stukjes informatie komen echt gewoon los binnen en daar moeten zij een beeld van maken. Dus bijvoorbeeld het voorbeeld van een speelplaats, hè, schoolplein. Nou, daar heb je een speelrek, daar rennen kinderen, daar wordt ticketje gedaan, enzovoort. Voor hen is het heel chaotisch wat er gebeurt. Dus is het eigenlijk heel logisch dat je aan de rand gaat staan om eerst maar eens door te krijgen van hoe zit dat hier allemaal? Ja. Maar dat is wel een mogelijkheid om dus gepest te worden. Mm-hmm. Of je doet wel mee en je gaat helemaal uit je dak omdat je te hard slaat, omdat je niet door hebt dat op dat moment tinkertje, niet de bedoeling is. Precies, of, het is gewoon zo vol prikkels allemaal. Het komt niet goed binnen. En bij jullie thuis, hoe ging dat? Wanneer ontdekte je bijvoorbeeld dat je kind autistisch was? Ja, eigenlijk het standaard verhaal van heel veel ouders met kinderen met autisme, dat je zegt, eigenlijk wist je het al heel snel. Na de geboorte is misschien iets te vroeg gezegd, maar toen die twee was, zeiden wij al, we weten het niet, maar het is onze derde. Dus we hadden al twee kinderen, dus dan heb je al natuurlijk een beetje ervaring. En dat je denkt, ja, er klopt iets niet. En dan ga je nadenken en lezen en dan denk je, nou, zou het niet dit of dat? En dat is de ervaring van de andere moeder ook. Dan komt er een hele lange zoektocht naar langs hulpverlenerland. Waarom? Omdat het op school niet goed loopt. Veel ruzies, veel woede, vooral woedeaanvallen. Uit pure frustratie van, je snapt de wereld niet. Nou, ik wel, maar mijn kind begrijpt de wereld niet. Maar wij gaan er wel van uit. We verwachten dat kinderen op een bepaalde manier leven en dus reageren. Ja. En als jij de wereld niet snapt, reageer je ook anders. Ja. Dus ze hebben in het begin gewoon, zeker de eerste de basisschooltijd, best wel heel veel steun nodig om gewoon de wereld te gaan begrijpen. En te leren, cognitief, hoe je dus op dingen reageert. Je moet je eerst trainen eigenlijk, in patronen. Heel veel benoemen, dat noemen we ook als tip. Verdriet, ook een voorbeeld. Een van ons daar, de moeder, die werd heel ernstig ziek. Die kreeg darmkanker, zou geopereerd worden. Zag er toen slecht uit, is gelukkig heel goed afgelopen. En het kind zegt, sorry hoor, oma gaat dood, zal wel, maar nu moeten we eten. En dat is ook niet verkeerd bedoeld, maar en dan moet je dus leren. Dan ga je het dus benoemen van maar wij hebben nu verdriet. En dan is het goed dat jij daar rekening mee houdt dat wij nu gewoon even verdrietig zijn. En mama moet huilen. En dan moet je dat dus even niet zeggen. Ja. Nou, als je dat maar genoeg gaat benoemen. Het kind moet leren, maar de ouders moeten ook leren. Ja, zeker. Wat heb je geleerd? Ik denk dat iedere ouder met een kind met autisme wel herkent dat je leert om een soort autiebril op te zetten. Je switcht tussen je eigen manier van denken, leven en je andere kinderen. En je kind met autisme door even een andere, als het ware, bril op te zetten. Van, ho, wacht even, hoe zou hij de dingen nu beleven? En door de jaren heen leer je dat. Ook bijvoorbeeld de prikkels, hè, dat je gewoon weet, ho, wacht even, ik hoor nu de televisie en de fluitketel fluit en de zon schijnt fel naar binnen en onze klok bijvoorbeeld, wij hebben een tik-tak-klok. Nou, het heeft me jaren gekost voordat ik erachter kwam dat dus een heel ergerlijk geluid was. Ja. Dat soort dingen. En dat leer je wel, maar je leert het nooit 100%. Nee.
Maar dat is dus wel, je switcht continu van je eigen manier van denken en ervaren naar, ho, even die autobril opzetten, wat zou er aan de hand kunnen zijn? En ja, op de duur leer je dat dan ook wel een beetje. En andere kinderen? Die leren dat een beetje mee, maar komen vaak wel aandacht tekort. Want heel veel aandacht heeft het kind met autisme gewoon nodig. Er is ook altijd iets wat er speelt, vaak met school. De schoolperiode, ook de middelbare school, is een moeilijke tijd. Omdat ze door zo'n... Er moet zoveel op school, hè. En daar kunnen ze heel slecht tegen. Dus andere kinderen, ja, die hebben het vaak niet makkelijk. Tot, het gebeurt dus ook best regelmatig dat, dat het kind met autisme een tijdelijk uit huis geplaatst moet worden. Om dus ook te zorgen dat de andere kinderen gewoon de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Het is bij ons niet gebeurd, maar wij kunnen het ons heel goed voorstellen. Ja. Dat je dat... we hebben het geluk gehad. We hebben wel ook een PGB een poos gehad. Dat zou nu niet meer kunnen, maar toen wel. Waardoor we dus iemand konden vragen om specifiek met onze zoon iets te gaan doen. Wat hij dus leuk vindt. Maar wat hij leuk vindt, hoeft niet te zijn wat zijn zussen leuk vonden. Nee, want hoe doe je dat dan in het normale gezinsomgang? Hè? Als je eens een dagje uit wil of zo. Wat voor problemen kom je dan tegen? Neem bijvoorbeeld een dagje uit. Zou kunnen naar de Efteling of Duinruil bij ons in de buurt. Of Drievliet of zo. Nou, dan moet je je inderdaad dus afvragen van... is dat voor alle kinderen wel leuk? Of is dat voor mijn kind met autisme helemaal niet leuk? Want het is veel te prikkelvol. Er gebeurt veel te veel. Moet ik dat dan alleen? Kunnen we dat niet beter doen dan met onze kinderen, onze andere kinderen? En met hem apart iets te gaan doen? Maar voordat je zover bent, ben je wel een heel aantal jaar verder. Want je wilt wel met elkaar iets leuks doen. En dan kom je erachter van... ja, dit is eigenlijk niet alleen maar leuk. Nee. Kan je dan een voorbeeld noemen waar het wel past om een gezellig gezin te zijn? Ja, misschien ga je lachen. Maar wat altijd heel gezellig is, is als we met z'n allen naar de McDonald's gingen. En hoe je daar ook over denkt. Maar waarom gaat dat zo goed? Omdat iedere McDonald's is exact eender. En ze verkopen ook precies hetzelfde. Ja. Het broodje Big Mac bij de een is exact hetzelfde als het broodje Big Mac bij de ander. En het gaan bestellen is precies eender. Ja. De tafeltjes zijn bijna precies eender. Vroeger had je ballenbakken. Ik geloof dat dat niet meer mag uit hygiënisch standpunt. Want ik praat natuurlijk ook alweer over zoveel jaar geleden. En dat ging dus vaak. Dat was reuze gezellig. Ja, dan voelde je zich veilig en slecht. Veilig, bekend, overzichtelijk. Je weet precies wat er gaat komen. En we hadden het met z'n allen naar ons zin. Dus we hebben jarenlang als een soort uitje naar de McDonald's... of we dat nou allemaal zo lekker vonden. Nou, de kinderen wel. Wij misschien iets minder, maar dat gaf niet. Want je had het gewoon gezellig met elkaar. Ja, precies. Dat is één van de dingen, hoor. Je hebt zo leer je wel meer dingen. En bij een ander is dat weer wat anders. Ja. Het intrigeert mij nog, Dolf, dat begin over geloof. Daar had je een duidelijke visie op. Kan je iets vertellen van... Ik kan me voorstellen dat als je bidt aan tafel... Ja. Dat dan je zoon ook misschien meebidt of juist niet. Want daarin heb je dus en iets met die relatie en iets over de inhoud. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat is eigenlijk voor ons best wel schokkend geweest. Ook voor mijn collega, Marieke Hermans is dat... zij beschrijft hier ook een stukje in van haar dochter. Dat die wilde ook niet meer bidden op een gegeven moment. En ik heb het later eens nagevraagd bij onze zoon. En die zei eigenlijk precies hetzelfde. En waarom wilde ze niet meer bidden? Dat was geen dwarsheid. Maar ze zegt, God weet toch alles al? Ja. En dat is wat je als ouder, je kind... meegeeft. God is er voor je, hij zorgt voor je, hij weet alles van je. Ja, waarom zou je dan nog bidden? Mm-hmm. Het was niet zozeer ongelovig of zo, of dwarsigheid. Nee, maar iets van... Toen zei haar moeder, haar ouders hebben toen gezegd... ja, maar zoals wij met jou praten en het ook fijn vinden om met jou te praten... want dan dat is iets van een relatie. Zo vindt God dat dan ook fijn als jij met hem praat. Nou ja, na een paar keer om van het gezeur af te zijn... zei oké, ik zal ook wel bidden. Want dat was in de tijd dan van dat je van het gezinsgebed... naar het persoonlijk gebed probeert over te stappen met je kind. Dus zij gaat bidden en ze zegt... doei God, dag God. Nou, en als ouder schrik je daarvan. Ja.
Maar dat was zo puur. Ja, mooi. Dit ja. was voor haar gewoon heel puur bidden. Van, ja, ik hoef niks te vertellen. Ja, ik zeg alleen even gedag. Ja. Maar voordat je als ouders dat dus doorhebt, heb je al een hele opvoeding achter de rug. Ja. Met dus eigenlijk dwingen om te bidden. Ja. Terwijl wij achteraf zeggen, ja, dat had je misschien helemaal niet moeten doen. Maar je zei of er echt geloof kan zijn, hè, had je vraagtekens. Dat klonk heel massief. Maar als je zegt van in zo'n situatie het kind beseft dat God alles weet, dan is dat toch een vorm van geloof. Ja, ik denk wel dat je dat zo mag zeggen. Ja. Ja. Of er dus iets van een echte relatie is. Ja, of het beleven is anders. Beleven, maar als het ernaar leeft. Ja. En dat kan zeker. We moeten dit onderdeel gaan afsluiten, want de tijd gaat gewoon altijd heel hard binnen Café Tinto. Heb je een gebedspunt? Ja, ik zou graag bemoediging en moed bidden voor de ouders en de leerkrachten. Maar ook de jeugdwerkers. Ja. Want daar speelt, heb ik nu niet zo over gehad, maar het speelt net zo goed in de kerken, de kindernevendienst, zondagschool, kinderkerken, hoe het ook, welke vorm het ook heeft. Ja, dat zij de moed hebben om door te gaan, ook als het wel eens misgaat, om toch elke keer weer te denken van hoe kan ik nou dit kind beter begrijpen? Ja. Want het is geen onwil wat er gebeurt. Het is echt pure onmacht. We zetten dat op de gebedslijst. Graag. En aan het eind van deze aflevering zetten we alle gebedspunten nog een keer op een rij. We gaan kijken naar een bijzondere video. En dat gaat over een meisje uit een vluchtelingenkamp. En ik denk dat u het heel bijzonder zult vinden. كان عندنا بيت وكنا متونسين بس يعني هنا ما متونسين بس الحمد لله يعني الله سترنا قصدك ايه يعني ايه الله سترنا يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش طيب انت حاسه قد ايه ربنا بيحبك صح ايوه ربنا بيحبنا كلنا مو بس انا كل الناس يحبوهم الله وانت شايفه ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا يحبهم بس ما يحب الشيطان طب انت شايفه انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك ما راح اسويهم ولا شيء بس يعني اقول لله يسامحهم وانت تقدري تسامحيهم كمان ايوه وترجعوا كمان في بيت احلى من البيت الاولاني كيف الله ما كيفنا نحن كيف الله هو اللي يعرف طيب انت مش بيجي لك وقت كده تبقي زعلانه بتحسي ان يسوع سابك مثلا لا مرات يعني ابكي على البيت مالتنا ابكي على قرقوش بس ما ازعل انه الله يعني سابنا من قرقوش يعني رحنا من قرقوش اشكره لانه سترنا وجابنا لنا حتى إذا متبهدلين هنا بس الحمد لله الله سترنا أنت علمتيني حاجات كتير أوي وأنت عارفة أن يسوع مش هيسيبك أبدا صح؟ ما رح يسيبنا إذا مؤمنة وثابتة بينه ما رح يسيبني نعم الفيديو duurt nog iets langer maar die zetten we op onze Facebookpagina Gerard Kan dit meisje met haar standpunten een plekje hebben in jouw boek? Ja. Ik bedoel, mooi dat ze zegt, van, nou, ik ben niet boos op God. Maar boosheid mag ook wel naar God. Hè? Maar dat betekent niet dat je daarmee God loslaat. Dat zien we in het verhaal van Job, dat hij en heel boos is op God, maar juist ook God zoekt. Ja. En dan verdiept zo'n geloof zich bij Job. Maar dit meisje, dat heeft al... Ja, is een geschenk van God wat ze aan geloof heeft. Hè. Dat is, ja, is gewoon bovennatuurlijk. Wat ze al in haar jonge hart weet en gelooft en vertrouwt. Het is echt indrukwekkend. We horen dat meer bij ook de Egyptische christenen. Ja. Over de moord op de Kopten natuurlijk. Ja, ze ook getuigen ervan. Ja, dat ze ook echt openlijk getuigden van hun geloof in de Heer Jezus. Ja. En dat moet de Heer Jezus in hun hart gelegd hebben. Ja. Anders zouden ze dat niet kunnen zeggen. Dat is zo mooi. En ook het vergeven, hè? Het vergeven van de vijanden. Ja. Daar kunnen wij toch wat van leren, of niet? Iedere dag, ja.
Jazeker. We mogen niet leven om iemand niet te vergeven. Dan lopen we een groot gevaar bij God. Als we mensen niet kunnen vergeven. Ja. Hij heeft ons zoveel vergeven. Ja. Ja. Nou, we gaan over boosheid en alles wat daarbij komt kijken in het volgende blok praten met jou, Gerard. Ja. En met Johan praten we in het derde blok over het mooiste leven op aarde. Amen. En Marieke, dankjewel dat je wilde delen over jullie boek. Hè? Want je hebt het niet alleen geschreven, zo ben ik gewoon. Wij gaan even uit voor de reclame en ik zie u zometeen terug bij Café Tinto.